Ik ben onderweg naar Mien Kloosterman. Zij is 82 jaar en een autoriteit op het gebied van haken. Dus ik wil graag met haar een tutorial opnemen voor het haken en daarbij haar wat beter leren kennen. Ze woont in een verzorgingshuis in Zwolle. Dus daar ben ik nu naar onderweg. Ik hoop dat het ook een leuke ontmoeting wordt met haar. En leuk is voor jullie om naar te kijken. Dus als je het leuk vindt, klik dan je duimpjes omhoog. Liken, abonneren, al die dingen, delen, je weet. En veel kijkplezier. Kloosterman. U woont wel heel mooi hier. Jawel hoor, ik zit hier net vanaf 28 november. Woont u al lang alleen? Mijn man die was met 60 is die al overleden aan een herseninfarct, plotseling. Dat is jong. En toen was ik nog maar 59. Wat deed uw man in het dagelijks leven? Mijn man had een rietdekkersbedrijf. Rietdekkers. Ik kon ons goed redden hoor. Ja. En heeft u zelf ook gewerkt? Het was zo, in de tijd dat ik opgroeide mocht je niet doorleren. Dat was niet voor de meisjes. Maar in die tijd was het ook gebruikelijk dat je als vrouw dan voor de kinderen zorgde. Ja. Want het is nu zo anders. Inderdaad hoor, dat zeg ik wel. Ja. Nou, jullie zijn er echt in tekort gekomen. En kunt u zich voorstellen, nu is het zo anders. Nu ik ben huisvader van onze kinderen. Ja. Mijn vrouw werkt voor het geld. En ik ben eigenlijk gewoon huisman. Ja. Maar waarom ik hier ben? Pas geleden moest ik denken aan hoe mijn oma mij vroeger leerde haken als kind. En ik wist niet meer precies hoe het nou moest. En ik dacht ineens, al die kennis die met uw generatie eigenlijk verloren gaat. Nee. Dus wat ik dacht, om daar een aflevering aan te wijden, lijkt me wel heel interessant. Ja, vooral als je echt interesse ervoor hebt, dan is er. Ik vond het al heel jong mooi en ik mocht meestal handwerken, dus breien. Ja. Haken was toen nog niet zoveel. En dit is de tweede. Zullen we gaan beginnen? Ja. Laten we zeggen dat we een hoesje maken voor een telefoon. Want wat hebben we nodig als we gaan haken? Ja, als we gaan haken hebben we kluwen nodig. Kluwen? Haaknaald. Kluwen? Kluwen garen. Dat is garen, ja oké. Okay. Of klos. Of klos, boom, ja. Of boom. En dan kan je eigenlijk al beginnen. Stap 1. Zo, dat is een opzetlus. Dan doe ik het zoals ik het zelf altijd doe, hoor. Eigenlijk is het gewoon een soort schuifknoop. Ja, kijk, dan heb je de eerste stik. Oh ja. En dat is vrij, ik heb altijd iets andere manier, maar dat geeft niet. En dan doorhalen en hup, weer om je haaknaald. Dat is stap 2. Net zoveel, net zo lang als die zijn moet, eigenlijk. Kan je hier gewoon weer direct op voor. Dan ga je gewoon steeds in de ronde. Die heb ik daar nog gewoon zo aan vastgemaakt. En dan gaan ze eerst 2 lossen. Dit zijn dan de gewone lossen omhoog. En dan zullen we maar met stokjes gaan doen. Ja, is goed. Dat met is stokjes. Stokjes. Ja, kijk, dan komt in iedere lus ga je dan weer verder. Steek je daar weer in. En dan ga je dit eerst door deze lus halen, wordt dit een stokje. En dan schiet dat wel lekker direct op, hè, dat je meteen al een centimeter lang hebt. Nou, mist u dan nooit het gezelschap, als u dan hier alleen bent? Nee, dan leg ik een mooie cd op. Ja. Ik heb er een hele plank voor. Als je sommige mensen hier hebt die echt het niet meer weten. Uh-huh. Vanmorgen ook nog zo'n lief vrouwtje met de koffie ook. Maar je leert er ook weer heel veel van. En wat is dan de reden waarom u hier in een verzorgingstehuis moet wonen? Nou, dat is vanwege al mijn, ik zeg wel dit, al mijn akkefietjes. Want u heeft een kunstschouder, nou, een kunstgewricht. Ja, ook vanwege alle, van vroeger, dat zegt ook de Kibido, kijk, nog achter het wasbord gestaan en al die dingen. Eerst heb ik een kunstkop in gekregen. Maar niettemin, ben ik weer afgeleid. Hoe is dat nou voor u op uw leeftijd, dat u eigenlijk merkt dat uw lichaam er langzaamaan mee ophoudt?
dat het niet meer werkt. Zeg, ik ben gelovig, ik ben protestant. Mm-hmm. Dus dan leg je het ook allemaal in Gods handen. En dat geeft mij ook wel een stuk troost. Ja. En mijn vader ook, zoals die kwam te overlijden ook. Daar stond ik ook bij hem. Papa, zie je niet tegen sterven of... Nee, zei hij dan. Dan lacht hij daar zo verheerlijk. Ja. Met die pijn en dat blauwe lichaam. Kijk, mijn vader zag altijd het licht van alles in. Ja. En ook voor ons als kinderen ook, al heel jong. Ondanks de drukte van zijn zaak en de tuin die hij erbij had, alles waar zo'n rust uit straalde. Mm-hmm. En mijn moeder die was, nou ja, je moet maar 12 kinderen hebben, hoor eens. Herkent u die rust van uw vader nu ook in uzelf? Ja, ik heb er wel wat van, maar ook weer niet. Bent u bang voor de dood? Nou, nee. Als u dingen niet leuk vindt die ik vraag, moet u dat zeggen, hoor. Nou, weet je, als je ziet hoe alles vroeger ging en nu gaat, mm-hmm. waar wij niet meer in mee kunnen komen, dan denk je, ja, het is ook goed als ons einde is komt. Kijk, we zijn nu bij de toer. Dan ben ik hier aan het eind. En dan moet die even vastgemaakt worden aan deze. Dus nu hebben we eigenlijk een armband van stokjes. Ja, kijk, en dan gaan we gewoon eerst twee van deze losse steken. Losse steken noemen ze het vaak. Twee losse. Ja. En dan gaan we dan daar, dat dient dan eigenlijk als een stokje. Ja. En dan gaan we daar gewoon mee verder. Dat zijn de twee. En dan gaan we weer om de pen. Zo. Komt er weer een toertje bij op. Maar dit schiet wel lekker op. Het is weer rond, hè. Zullen we nu maar weer vastzetten. En dan geloof ik dat we ook weer blij kunnen zijn als we mogen vertrekken. Ja, u heeft natuurlijk uw geloof wat dan... ja, ik geloof echt in een wat nieuw meehelpt. Leven, ja. Aarde. Ik heb helaas niet die hoop. Of dat, nee, het ligt er ook helemaal aan hoe je opgevoed. Ja, kijk. Het is gegroeid. We zijn klaar. Nou ga ik gewoon al die lussen aan elkaar zetten. 1, 2. Ja. En dat is ook weer zo fijn als je de lussen dan een beetje gelijk hebt. Ja. Gewoon doorhalen, de lus weer pakken. Ja, en die er helemaal doorheen. Kijk, we zijn er. Ik doe hem hier ook nog een keer door aan het eind. We pakken het schaartje even erbij. En dan doen we deze hier door, dat hij even goed aangepeperd wordt. En dit kunnen we dan zo met stopnaald. Dus stopnaald door die steekjes. Dat leer je dan ook eigenlijk door op te letten. Hij is af. Hoe het toch? Ja, hij is af. Zijn klaar? Wauw. High five? Ja. Yeah. Kijk, dan kan je nog trekken hoor, zoals je hem hebben wil. Kijk, dan moet hij toch iets breder of iets langer. Dan ga je. Dat is gemakkelijk. En dat is met het nijd ook. Ik heb van de week toch een soortje boodschappen ingehad. Kijk. Inmiddels kan je aan mijn baard zien dat er ongeveer een week voorbij is sinds ik bij Mien ben geweest. Ik ben enorm aan het haken geslagen. Het heeft me geïnspireerd. Zij heeft me ook sowieso geïnspireerd. Ik ben bezig met mijn eigen tas. Nou, moet nog een beetje afwerken, maar... Het is een tas. En nou, deze muts heb ik zelf gehaakt. Een hoofdbandje gemaakt. En nou ja, dit is natuurlijk het hoesje nog wat Mien had gemaakt. Ik heb er een touwtje in gemaakt en mijn zoon is er heel blij mee. Het is zijn telefoon. En nou ja, nog een muts voor mijn eigen vriendin. En deze. Dit is een hoesje wat ik naar aanleiding van de tutorial bij Mien heb gemaakt. Geheel in haar stijl met de stokjes. Ik heb een mooi roze koordje erin gemaakt. Heb jij nou iets van 10 bij 5 ongeveer? En denk je dat heeft een hoesje nodig? Laat het weten in de comments. Ook jij, Meerte. Dan mag je hem hebben. Dus, ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Liken, abonneren, delen, je weet. En tot de volgende keer.